de Gloodham Developer of de Gloodham Race, of misschien beter gezegd de Gloodham Calf Developer, of zoals de meeste leden hier zeggen, dat Mr. Grey SM apparaat. Raymond, wat heb je nou weer gekocht? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik wil je vandaag 4 oefeningen meegeven voor thuis die eigenlijk lijken op de Gloodham, want niet iedereen heeft zo'n machine thuis staan. Dus daar wil ik je 4 vervangende oefeningen voor meegeven. Een ander ding wat we gaan laten zien is een gedeelte van mijn training. Ik ga zo beginnen, even kijken hoe dat gaat. En we hebben vandaag ook een probleem. Deze Gloodham Race, die heb ik nog niet zo lang. En de reacties op deze Gloodham Race, die zijn echt verschrikkelijk positief. Mensen zien eindelijk in wat voor een fantastische hamstring oefening dit is. Nu doet alleen het volgende probleem zich voort. Dat is dat ik in die ruimte daar wel een Gloodham Race heb. En in deze ruimte hier, in de vrije trainingsruimte, hebben we geen Gloodham Race. Althans, nog niet. Ja, want vandaag gaan we naar het alleruiterste puntje van Nederland, namelijk Vlissingen in het zo mooie en pittoreske en toeristische Zeeland. Wat we daar gaan doen is vanzelfsprekend natuurlijk die Gloodham Developer of die Gloodham Race of hoe je dat ding nou ook inmiddels wilt gaan noemen. In ieder geval die GHD zoals ik hem altijd noem. Die gaan we ophalen en dat is bij een thuissporter of sportster. En het voordeel daarvan is dat 9 van de 10 keer het materiaal in betere staat is dan wanneer ik het bij een sportschool of iets dergelijks koop. Ik heb meerdere van mijn fitnessmaterialen of bij handelaren vandaan of bij sportschool-eigenaren. Maar bij mensen thuis is het bijna altijd gewoon perfect, want die mensen zijn er zuinig op. En dat is simpelweg gewoon veel beter voor het materiaal. En iets anders, ik hoop wel dat het, kijk, in de auto past, want ik heb maar een heel klein autootje. Er liggen nog rubber tegels in en weet ik veel wat. Dus ik heb gevraagd of die persoon het een beetje uit elkaar wilt schroeven zodat het past. Als het niet past, dan hebben we een probleem. Oké, ik heb hem opgehaald. Nu gaan we weer 1,5 uur terugrijden. Ik kijk nog even of ik hem in elkaar zet. Maar nog even kijken of ik dat red vandaag. Voor de rest, dat is hem. En de passagiersstoel zit ook helemaal vol. Dus het past allemaal precies. We zijn nu aangekomen in de lood. Het probleem is alleen dat ik 2 trappen op moet gaan lopen, want het is zondag en ik heb niet de sleutels van de lift. Spullen zijn boven, nu nog even een mega snelle montage. Fantastisch, hij staat echt gewoon letterlijk zo goed als nieuw, dus ik ben meer dan tevreden. 1 nadeel is wel bij deze dat het kussen vrij hard is. Als die Gloodham Racers, die Gloodham Developers wat ouder zijn, dan deuken die kussens wat in en dat is wat lekkerder voor je bovenbenen. Maar dat is hopelijk slechts een kwestie van tijd. Wat ik aan het begin van de video zei, ik begrijp dat niet iedereen of de ruimte heeft of het geld om een Gloodham Developer te kopen. En daarvoor zijn er wel een aantal alternatieve oefeningen. Dit zijn de eerste 4 die me te binnen schieten. Fantastische hamstringsoefeningen. De eerste is de Swiss Ball Hamstring Curl. Dat is deze oefening, daar heb ik wel eens een keer een complete video over gemaakt. Oefening nummer 2, dat is de Romanian Deadlift. Deze oefening. Of nummer 3, daar heb je wel weer geld of ruimte voor nodig. Dat noemen we hyperextensions of een hyperextension toestel. En de laatste fantastische hamstring oefening
Dat is een good morning. Dat is deze oefening. Natuurlijk zijn er dan nog heel veel varianten, zoals een barbell deadlift of bijvoorbeeld een dumbbells deadlift of noem maar op. Maar de vier oefeningen die ik net opnoem, dat zijn echt specifieke hamstring oefeningen. En dat zijn in mijn ogen echt de beste hamstring oefeningen. Maar als je een beetje visualisatievermogen hebt en je ziet mij hierop liggen, dan begrijp je dat de torso naar beneden komt en we daardoor de hamstrings dus trainen. En als je sterk genoeg bent, kunnen we ook buigen in de knieën, waardoor mijn torso helemaal rechtop komt. En ik heb het wel eens in een andere video gezegd, maar als we natuurlijk met de torso helemaal naar voren buigen en ook nog eens een keer het onderbeen kunnen buigen, dan pas gebruik je de hele lengte van de hamstrings. Bij een deadlift bijvoorbeeld gebruik je niet de complete lengte van de hamstrings. Als we bijvoorbeeld een hyperextension doen, dit apparaat, gebruik je niet de complete lengte van de hamstrings, want je buigt je knieën niet. En eigenlijk het enige toestel ter wereld, of de enige oefening die ik persoonlijk ken die dat doet, dat is de Glute Ham Developer. En vandaar dat ik er ook twee heb gekocht. Hij staat gelukkig in elkaar. Dan moeten we nog één dingetje doen. Dat is even een lekkere workout eruit knallen. De deadlift van zojuist die was 160 kilo, drie herhalingen. Zoals jullie zien zat er nog wel lekker wat snelheid in. Ik heb hem nu verhoogd naar 170. Mijn oude PR staat op één keer 190. Dus dit is wel echt zwaar voor me. Alleen ik hoop wel dat ik binnen een x aantal weken, laat zeggen 2-3, hoop ik een recordpoging te gaan doen. En als die 200 nou nog niet in de pocket is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. En weet je, oordeel zelf maar. Laat even een reactie achter als je zelf ook in de buurt komt. Misschien is je deadlift wel 300, misschien is je deadlift net 100. De vraag van deze video slash deze week is, wat zijn jouw deadlift doelen? Deadliften zit erop. Ik moet zeggen dat die 160, echt twee vingers in mijn neus, die knal ik er zo uit, voelde helemaal niet zwaar. Die 170 daarentegen, dat waren drie rondes van 3 met 170 en één ronde van 3 met 160. Die 170 daarentegen, die was eigenlijk onnodig zwaar. En dat ligt niet zozeer aan mijn training. Het kan er wel aan liggen dat ik gisteren heb gebarbecued, dat ik een bier of 6 op heb. Al moet ik zeggen dat ik goed heb geslapen, veel water tussendoor heb gedronken omdat ik deze dag niet wilde verpesten. Al met al, ik ben benieuwd of die 200 gaat lukken. Eigenlijk heb ik wel het vertrouwen dat ik zeg, Raymond, we doen hem over 2-3 weken. Het gaat gewoon lukken, maar ik ben er niet zo zeker van, want hij is gigantisch zwaar. Denk jij dat ik 200 kilo kan deadliften? Ja of nee, nu je deze video's hebt gezien. We gaan lekker door naar het bankdrukken. Even een training recap. De deadlift hebben we het over gehad. Die ging eigenlijk goed. Het bankdrukken heb ik opgewerkt naar 95 kilo. Drie herhalingen. Was wel zwaar. Was ook de bedoeling volgens het programma. Dus dat gaat eigenlijk ook gewoon prima. Het squatten daarentegen. Ik zal niet zeggen dat het slecht ging. Ik heb een aantal sets met 120, 130, 140 gedaan. Simpelweg om niet al te veel te belasten. De squat was niet de main mover, zeg maar, van deze training. Dat was simpelweg gewoon volume draaien en de squat komt over 2 dagen weer zwaarder in het programma. Dus dat is gewoon lekker een back-off setje, lekker rustig aan eigenlijk. Al met al, redelijk positieve training. Als je nog niet was geabonneerd, dan wordt het natuurlijk de hoogste tijd. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video.